Het zijn de helden van de oorlog in Syrië, de Witte Helmen. De vrijwilligers die oorlogsslachtoffers proberen te redden. Maar vorig jaar moest een deel van hen zelf worden gered. In het holst van de nacht werden ze uit Syrië gehaald met een geheim reddingsoperatie. Veel van die Witte Helmen zijn opgenomen door westerse landen. Een van hen woont nu in Nederland. Midden-Oosten-correspondent Olaf Koens zocht hem op. Dit is Mohammed en hij is vrij. Jarenlang redde hij mensen, nu is hij zelf gered en woont hij hier in Nederland. Mohammed werkte bij de Witte Helmen, de vrijwillige brandweer in Syrië. Jarenlang redde hij honderden mensen uit het puin van de bombardementen van Assad. Maar hij is bang. Nog altijd. De reden dat we hem anoniem spreken. Kelmet Mus'af huwa bihad dhatu irhabi, la'anna ihna 'am nunqid an-nas anta irhabi. Shu ma kanat mu'assasatak aw kan mathalan ilak ay mu'assasa thani kadha 'am tishtaghal fiha, khalas anta Mus'af shu ma kanat ismitak irhabi kan. Afgelopen zomer zijn de Witte Helmen zelf gered. In een geheime militaire missie werden ze uit Syrië gehaald door Israël. Al wasf tabaa kan hulum. Ana fakkart hali bihulum yani. De Witte Helmen zijn getraind en betaald door het Westen, ook door Nederland. Maar de oorlog in Syrië wordt gewonnen door het leger van president Assad. Want hulpverleners zijn doelwit. Er zit een patroon in. Eerst bombarderen de Syrische of Russische vliegtuigen een locatie. Dan wordt er gewacht tot de hulpverleners ter plaatse zijn. En dan wordt er nog een keer gebombardeerd. Zo is het verzet in Syrië gebroken. Terug naar Syrië kan hij niet meer. Zijn toekomst ligt hier. Hij hoopt hier een bestaan op te kunnen bouwen. Het liefst als brandweerman.